Een eenvoudige zege van NEC op het zwakke Emmen. 4-0 wordt het in de Goffert. En dus is dat reden tot euforie. De gevierde man is vooral Anthony Lembombe. De Belgische vleugelspits scoort 2 keer en heeft nog diverse andere fraaie acties in huis. Ja, ik denk wel dat het mij een goed gevoel geeft. Dat geeft ook vertrouwen. En ik bedank daarvoor het team. Ja, maar dit is wel wat jij kunt, hè? Acties maken, zo'n back opzoeken, heel het uitdagen ook. En het lukte heel goed. Ja, vandaag is dat heel goed gelukt. Ik heb heel goede acties gemaakt. Ik heb ook minder acties gemaakt die dat mislukt zijn. Maar ik denk dat ik vandaag een goede wedstrijd heb gespeeld. En ik moet gewoon proberen die lijn door te trekken. Enige smet op de avond is de rode kaart van Sjoerd Ars. De spits krijgt na afloop een spreekverbod. Maar legt hier aan teammanager Patrick Pothuizen uit dat hij zich alleen maar losmaakte van zijn tegenstander. Maar ook met 10 man heeft NEC geen problemen met Emmen. Dat vele maten te klein is voor de Nijmegenaren.